Welkom terug en leuk dat je weer kijkt bij deze tussentijdse review. En ja, tussentijdse review, nou ja, je ziet hem al staan, hè, de iPad. Mag ik reclame maken? Wel, hè, dat doen we ook voor bier, dus maakt niet uit. Ik verdien er niks aan, maakt niet uit. In ieder geval ben ik gestart met de Bierista bieropleiding om meester in de bier te worden. Meester in bier eigenlijk. En nou ja goed, het eerste hoofdstuk bier heb ik volbracht. Yes! En ja, ik had zelf zoiets van, hoe moet ik dat nou gaan doen? Wat gaan we nou precies vertellen bij de, ja, in principe de Bierista bieropleiding. Ik maak ook een apart mapje aan in, of op YouTube. En op YouTube kan je dan onder mijn mapjes kan je de Bierista bieropleiding vinden. Allereerst het eerste hoofdstuk. Bier, intro staat erin. De basisingrediënten, water, mout, ja, de graansoorten, de gist en de hop en ook kruiden. En na ja, die hoofdstukken, zeg maar, kom je bij de oefenvragen terecht. En uiteraard ga ik die niet vertellen, want als jij nog deze bieropleiding gaat doen, Bierista-opleiding, ja, weet je, dan ga ik ze natuurlijk niet voorzeggen. Dat moet je lekker zelf doen. Wat ik nog wel even wou zeggen. Onverwachts kreeg ik via, althans ik werd op de hoogte gesteld op Instagram door Amanda Meijer, die is van speciaalbiertjesblog.nl. En die zei tegen mij, Remy, je moet eventjes het blad bier met uitroepteken, moet je even aanschaffen. Nou, dat heb ik uiteraard gedaan. En dat is dit blad. Het is echt een superleuk blad om te lezen. Het is echt ook gewoon dik. Het is echt een, nou ja, echt een magazine, zeg maar. En er staat echt van alles in. Deze keer ook een reportage over de 12e trappist. Nou, ook daar ben ik naar op zoek. En als ik die heb, komt er uiteraard een review aan. En het thema, nou, je kan het al zien, was online en digitaal. Dus ik, nou ja, goed. Verbladeren. En dan staat er op een gegeven moment op pagina 8 blogs en vlogs. Nou ja, je voelt hem al aankomen. Althans, dat denk ik. Is even kijken en ja hoor. Een heel rijtje met bierbloggers en vloggers. Waaronder Biergeek Holland. Ja, mensen. Nou ja, mensen van bier en mensen die mij volgen. Mensen die mij liken en weet ik van wat allemaal. Echt super bedankt. Ja, het is gewoon tof om jezelf in zo'n blad terug te vinden. Dus ik was stom verbaasd. Ja, echt super leuk. Echt, nou ja, een soort, ja, hoe moet ik dat zeggen? Bekroning op hetgene wat je doet. Ja, ik vind het gewoon leuk om te doen. En als het gewaardeerd wordt en dat komt voor in het blad bier, altijd leuk. Dank daarvoor. We gaan verder met de Bierista. Daarvoor zitten we hier. Je ziet hem misschien hier achter al staan. De doos van Beerwolf, mede mogelijk gemaakt door Beerwolf in samenwerking met Bierista. Bierista heeft daar een 12-tal bieren ja, in verwerkt. Althans, die zitten in die doos. Ja, en die, dat moet in samenspraak gaan met, ja, in principe de opleiding. Dus ik had hoofdstuk 1 al af. Waarvoor ik volgens mij 80 punten heb behaald van de 100. Dus daar ben ik super blij mee. Als jij hem ook hebt gedaan, laat me weten hoeveel punten jij hebt. Maakt helemaal niet uit. Weet je, ieder doet het op zijn eigen manier. Ik zal ook geen 100 uit 100 gaan halen. Dat weet ik nu al. Maar het is wel super leuk en leerzaam ja, om de ervaringen te wisselen. Dus ik ben benieuwd. Hier staat dan bij, kom na het testen van je kennis nog even hier terug. Dan proeven we het eerste bier uit de Bierista bierpack met je.
Dus ik proef hem met jou. En, ja, ik kan, ja, weet je, ik lees eerst voor welk bier het is. Het is de Hop Art van Brouwerij, jawel, van de streek. Dat is een bier uit deze streek. Ik zal even voorlezen wat erop staat. Maar volgens mij heb ik deze nog niet gereviewd. Hop Art van de Utrechtse Brouwerij van de streek is een India Pale Ale, oftewel een IPA. Hiervoor krijg je verderop in de bieropleiding nog veel meer over te weten. Hop Art is een bier in de categorie fris en fruitig. Daar is die weer. Door zijn subtiele smaken en fijne doordrinkbaarheid van dit bier wil je echt blijven nippen. Maar vergeet niet dat er voor het proeven een heldere geest nodig is. Eens. Nou, dan heb je in principe drie bepalingen. We gaan drie dingen doen. Dus even kijken. Je begint met het kijken naar het bier. Dan moeten we natuurlijk wel het bier pakken. En die gaan we even uit de doos halen. Dus even kijken. Van de streek. Daar is die. Hop Art. 5% aan alcohol. Check. Etiket. Ziet er goed uit. Uiteraard glas erbij. Ja, en we gaan hem gewoon openmaken. We volgen gewoon in principe de barista handleiding. Hoe je het ook wil noemen. Here we go. Nou, licht zitje. Nou, ziet er goed uit. Ik ruik hem nu al. Hij ruikt goed. Allereerst, je begint met het kijken naar het bier. Moet er natuurlijk wel in, hè. Kom op nou. Here we go. Nou, uiteraard ziet hij er erg goed uit. Hele fijne bubbels. Je kan hem in principe schuin inschenken. Dan creëer je net weer even wat meer bier dan schuim. Maar ja, ik ben altijd wel benieuwd wat een bier dan doet als je hem gewoon rechtop inschenkt. En uiteraard moet je dat met mate doen, want voor hetzelfde geld gaat hij eroverheen. Nogmaals, kleine bubbels, ziet er goed uit. Voor de derde keer dus, je begint met het kijken naar het bier. In deel 3 van deze opleiding leer je proeven als een pro. Dus nu zullen we je nog even verder helpen. Kijken dus. Open het flesje en schenk het bier bedeesd in een glas waar je uit gaat proeven. Nou ja, bedeesd. Ja, is aan jou. Ik heb het gewoon rustig ingeschonken. Niet schuim dan, maar goed. Zorg voor een fijne schuimkraag en bepaal de geur van het bier. Is het bier lichtgeel, strookkleurig, amberkleurig of juist diep donker van kleur? Ook bekijk je of het bier helder, mistig of troebel in zicht is. Allereerst, dat ik hem inschonk waren het wat kleinere bubbeltjes. En je ziet bovenop dat er wat grotere bubbels ontstaan. Dat betekent dat koolzuur toch wel eruit wil. En eens even kijken. Fijne schuimkraag. Nou, het is inderdaad een fijne schuimkraag. Hij is wel lekker dik. En als je dan de kleur van het bier moet bepalen. Ik heb hier op zich wel een mooi. Nou ja. Ik kan gewoon niet naar buiten kijken. Dus. En het ziet er goed uit. Hij is qua helderheid is hij echt super helder. Zeker niet troebel. En qua kleur. Ja, hij is toch wel een beetje lichtgeel amberachtig. Ja, hij neigt meer naar lichtgeel. Net wat jij ervan vindt. Ik vind hem lichtgeel, ja, amberachtig, een beetje tussenin. Dus misschien toch eigenlijk wel strookkleurig. Ja, ik denk dat dat beter in de buurt komt. Zie je, zo leert Bierkiek Holland ook nog wat. Het is ook de bedoeling dat ik hier wat van opsteek. Dus, weet je, we volgen gewoon het patroon. En uiteindelijk worden we gewoon meester in bier. Daar gaan we in ieder geval wel van uit. De geur. Dan ga je ruiken. Houd het glas licht schuin en steek je neus in het glas. Dat ruikt goed. Neem een aantal lichte snifjes en bepaal wat je ruikt. Ruikt het grassig naar citrus, mout, hop, aardbeien?
Ga zo maar door. Alles wat in je opkomt, noteer je. Nou, ik vertel het jullie. Ja, heel erg hoppig. Maar ook echt een bom aan citrus. Ja, echt citrus in overvloed. Hij ruikt echt enorm citrusachtig. Ja, en hij is gewoon hoppie. Daarom heet hij ook hophard, lijkt mij. Ruikt goed. De smaak. Neem dan een slokje van het bier. Laat het bier even in de mond om een indruk achter te laten. En slik het bier dan pas door. Wat proef je? Citrus. Licht bitter. Droge afdronk. Hij is wel vol. Een hele volle smaak aan. Maar zoals ik al zei, een bittertje erin. Droge afdronk. Ja, een heel fijn biertje. En ik heb hem op kamertemperatuur. Ja, je zou hem nog koud kunnen drinken. Maar dan komen de smaken gaan nog vaak verloren. Bepaalde smaken. En ik merk gewoon, als je dit bier gewoon op kamertemperatuur drinkt, dan krijg je gewoon echt het ultieme, zeg maar, wat je zou moeten proeven. Dat komt ook nog in verdere hoofdstukken in de Bierista opleiding. Wat ik al zei, de toets heb ik al gemaakt. Behaald, gelukkig, althans, hoofdstuk 1. En ik ga snel door naar hoofdstuk 2. En uiteraard de rest. Zo zijn er 12, als ik het goed heb, even kijken. Zo zijn er inderdaad 12 hoofdstukken. Ik probeer gewoon alle 12 de hoofdstukken een bier te proeven. Ik heb net uitgelegd, althans, dat heb je gehoord, wat je kan proeven en weet ik wat. In de volgende hoofdstukken, uiteraard volg ik het patroon dan ook. Deze van Van der Streek is sowieso geslaagd. Als ik hem een cijfer moet geven en ook tijdens de Bierista bieropleiding moet ik dat, krijgt van mij een 7,5. Heerlijk hoppig biertje. Licht bitter. Droog in de afdronk. Ja, gewoon heel fijn. Uiteraard, bedankt voor het kijken. En dit was dan voor zover deel 1 van de Bierista bieropleiding. Meester in bier. Deel 2 komt er snel aan. Hou mijn kanaal in de gaten. Abonneer, like, subscribe. Subscribe is hetzelfde als abonneren. Hè? Lekker slim. Sowieso op YouTube, Instagram, Twitter. Laat even een comment achter. En ik ben benieuwd of jij hem ook gaat volgen. De Bierista bieropleiding. Laat het me weten. En als je hem al gevolgd hebt, laat me even weten wat jij ervan vond. Ben benieuwd. Tot de volgende keer. Cheers.